Zij werkte in Veldzicht, hij was haar patiënt. Buiten die relatie hadden de twee veelvuldig privécontact. Onder meer via Facebook en de zogenoemde chatfunctie van de computergame Lords and Knights. Van seks of een relatie zou nooit sprake zijn geweest. Voor de rechtbank bleek vandaag dat de TBS'er, na zijn ontsnapping, bij verdachte Corina B. voor de deur stond. Zij bood hem onderdak aan in haar bed and breakfast. Aangeven deed ze de TBS'er niet. Ik vraag u aan mevrouw op te leggen een werkstraf voor de duur van 80 uur en daarnaast 1 maand gevangenisstraf geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Ik acht dat op zijn plaats, mede nu mevrouw heeft aangegeven wel weer opnieuw in de zorg te willen gaan werken. Dus ik denk dat een waarschuwing in deze zaak ook zeker op zijn plaats is. Deze eis ligt ruim onder de maximale straf voor een dergelijk vergrijp. Met reden, zo stelt de officier van justitie. Ze is haar werk kwijtgeraakt, ze is haar woning kwijtgeraakt en ook de relatie is beëindigd. De advocaat van de ontslagen therapeute wil niet inhoudelijk voor camera op de zaak reageren. De uitspraak is over 2 weken.